Yo mensen, welkom bij de eerste aflevering van de mod-test, of hoe ik het ook noem. Vandaag laat ik de mod zien, die heet de Case IH Easy Rise en New Holland PL 5015. Kijk, deze twee zijn het. En nog iets anders wat erbij zit, laat ik zo zien. 63.000 euro kost het, 6,8 meter breed, de werksnelheid is 13 km per uur en de vereiste vermogen is 180. 17 slots en 17. Deze. Oh, hij is een beetje blurry, maar dat komt denk ik door de map. Ik hoop dat je het kan zien. Ik denk het wel. Aankoppelstukje. Dan kun je er nog één achter doen. Kijk, doe deze. En dan koppelt er links volgens mijn zaaimachine aan en rechts. Deze voor de Case, deze voor de New Holland. En ik laat nu even zien hoe dat eruit ziet. Kijk, als ze naast elkaar aan zitten gekoppeld, dan ziet het er zo uit. Dat is natuurlijk breder. Maar je kan er ook eentje gewoon aantrekken doen. Maar dit stukje tussen, dat is wel handig. Maar nu gaat die ineens open. Even kijken. Ja, dat gaat hierin. Dan doe ik even de andere. Dus achteruit gaat hij niet stom doen dat hij heen en weer gaat of zo. Gaat gewoon solide achteruit. Dat is mooi om te zien. Oké, nu vul ik deze bij. Moet je dit deksel open hebben, anders kun je het niet bijvullen. Bijvullen. Ja, het gaat hierin. En met zaad gaat 2800 liter. En voor mij is dat voor ze allebei, want kijk, de ene afkoppel is 1400. En nu ga ik hem laten zien hoe die werkt. Doe ik dit naar beneden. Switch ik over naar de andere zaaier, want het zijn eigenlijk twee aan elkaar. Met 13 km per uur, niet zo snel als een andere zaaimachine, want sommige gaan 18 en de Junkari gaat zelfs 25. Je kan natuurlijk ook zo over de weg gaan, maar het zal mij leuker lijken dat dit in het midden kan. Met losse zaaimachine zaaien, dus als je er eentje hebt. Dat vind ik eigenlijk wel mooier of zo. Ik koppel hem aan. Dan. Wat zou ik doen? Suikerbieten. Oké, dit kan natuurlijk ook. Ik laat nu even de andere zien. Ik schud een beetje, ben ik achtergekomen, maar dat hoort zo. Het mooiste is om deze aan een New Holland trek te hebben, maar. Ja. Maakt nu even niet uit. Ik kan natuurlijk ook daaraan. Kijk, ik kan ook. Dit net gehoogste veld, zeg maar. En hier doet hij ook gewoon probleemloos. Kan hij gewoon zaaien. Welke een die niet aan? Even kijken. Oké, nu doet hij het. Allebei aan hebben, allebei moet zaad in zitten. Kunstmest hoeft niet. Dit gaat helemaal mooi. Ja, dit was het. Tot de volgende mod review. Laat achter wat je wilt zien in de mod review. En dan zeg ik.